Jan Vertonghen, een 3-0 nederlaag en een terechte nederlaag. Ja, dat klopt. Vooral in de eerste helft was Utrecht beter. En ze zetten het ook om in kansen. En je uitslag had in de eerste helft ook nog groter kunnen uitvallen, denk ik. Maar wij werden gewoon een paar keren overlopen en wielden de bal nergens vast. Dus het was moeilijk om rust in het spel te krijgen en ons positiespel te spelen. En in de omschakeling was Utrecht dan heel gevaarlijk. Hoe komt het dat de passing zo slordig was? Ja, dat weet ik niet. Ik wil niet geen smoesjes zoeken en zeggen dat het aan andere dingen was. We waren gewoon niet zorgvuldig genoeg in de passing waar het dan aan ligt. Ja. Misschien concentratie, weet ik niet. Een totale off-day? Ja, dat was wel een off-day, absoluut. Tweede helft, komen jullie iets beter in het spel, ook dankzij Utrecht, want die zakken wat in. Ja precies. Dan lijkt het misschien snel wat beter omdat je dan wat meer ruimte krijgt. Maar alsnog speelde niet vaak diep genoeg. En we waren gewoon niet goed genoeg. Bijna geen enkele positie beter dan onze rechtstreeks tegenstander. En dan is het moeilijk om te winnen. Snel vergeten en veel van leren van deze wedstrijd? Ja, we moeten vooral wel onthouden wat we fout hebben gedaan. En lessen uittrekken. Gelukkig zijn er veel wedstrijden in deze periode. Dus kunnen we het wel weer snel rechtzetten. Met oog op de titel loop je wel weer 3 punten mis. Ja, het zal een paar keer gebeuren dit seizoen. Hopelijk gebeurt het niet nog veel vaker, want dan wordt het weer lastig vooral.